In het coalitieakkoord van het nieuwe Beuningse college van CDA, VVD en BNM staat letterlijk, Beuningen is een zelfstandige gemeente en dat moet zo blijven. VVD en CDA waren in het verleden voorstander van een onderzoek naar de gevolgen van een eventuele fusie en hielden de optie van een gemeentelijke fusie open. In het coalitieakkoord staat er niets over een onderzoek, laat staan een fusie. Op dat punt heeft Beuningen nu en morgen duidelijk de discussie gewonnen. Over de zandwinning Beuningse Plas vermeldt het coalitieakkoord slechts één zin. Voor wat de zandwinning Beuningse Plas betreft zijn alle inspanningen erop gericht om de startdatum van de winning in januari 2020 te halen. Beslissingen over de zandwinning hebben de coalitiepartners blijkbaar voor zich uitgeschoven. Begrijpelijk is dat wel omdat Beuningen afhankelijk is van wat de Gemeenteraad van Nijmegen gaat besluiten.